Hij wordt in de Duitse stad Trier bewaard, maar is zelden te zien. Deze maand is het heel even zover. En dan komen er honderdduizenden mensen op af. De heilige rok is eigenlijk een hemd en je ziet het overal hangen in Trier. Als symbool voor een actiegroep, als souvenir voor de modebewuste pelgrim en natuurlijk om de bezoekers de weg te wijzen naar de Dom. Want daar ligt de rok zelf. Het hemd dat Jezus gedragen zou hebben toen hij aan het kruis stierf. Een maand lang kwamen tienduizenden per dag om hem te zien. Wer weiß, wann die nächste Wallfahrt sein wird. Wir rechnen mit 15 bis 18 Jahren. In dem Zeitpunkt bin ich halt nun mal schon an die 70 und dann denke ich mir, ist heute der richtige Zeitpunkt. Het is precies 500 jaar geleden dat de rok voor het eerst in Trier te zien was. Dit is pas de 18e keer. Tegenwoordig kun je ook je eigen geloof samenstellen, net zoals je hier zelf aan een nieuwe rok mee mag weven. Volgens de bisschop van Trier past zo'n pelgrimage juist heel goed in deze tijd. We leven in een tijd waar man schon auch schaut naar bijzondere events. Ik geloof dat dat durchaus een rol speelt. Het speelt een rol dat man den heiligen rok eben niet in regelmäßigen Abständen sehen kann, sondern dat dat wirklich etwas Besonderes is. Er zijn meer dan 50 plaatsen in de wereld die zeggen dat zij het laatste hemd van Jezus hebben. We hebben hier vandaag niemand gesproken die denkt dat dit het echt is. Maar er is dan lange rij, want iedereen heeft zijn eigen reden om te willen zien. Ik weet niet of hij echt is. Dat kan ik niet genau zeggen, maar letztendlich is het een Wallfahrt zu Christus. Het is eigenlijk onwichtig of het echt is. Ja. De heilige rok is jetzt niet mijn zentrales Anliegen herzukommen, sondern eher das Pilgern, die Gemeinschaft. Zelfs de bisschop geeft ruiterlijk toe dat hij het niet kan bewijzen. Ik glaube fast, dat is een göttliche List, dat das offen gehalten wird. Also, dass es gut ist zu wissen, das ist nicht historisch beweisbar, es muss niemand sozusagen auch rational das glauben, sondern es gibt eben diese Offenheit des Glaubens. Das ist eigentlich auch das Spannende daran. De bedevaart inspireert ook aanhangers van andere ideologieën. Een kunstenaar heeft de heilige onderbroek van Karl Marx tentoongesteld. De grondlegger van het communisme werd in dit huis in Trier geboren. Dat staat vast. De rest is een kwestie van geloven. Ja.